Welkom bij jullie tijdloze lezing. Ik weet dat dat al een hele tijd geleden is dat ik een Nederlandse lezing gedaan heb, maar ik ben jullie zeker niet vergeten en we gaan er gewoon in vliegen. En ik ga Spirit vragen welke kaarten mee te beginnen. En zullen we beginnen met de wilde tarot. Dus zoals gewoonlijk, de eerste kaart is voor de persoon waarover het gaat. De persoon waarover het gaat, of de situatie. Verleden tijdlijn. Heden tijdlijn. Jullie kennen deze routine al een beetje. Heden tijdlijn. Toekomstige tijdlijn. Algemene energie. Er is hier altijd een vlieg dat mij ambeteert. Algemene energie. Extra kaart. Misschien als ik wat meer sage brand, als dat allemaal weggaat. Oké, en nu ga ik dat lezen. Dus de persoon waarvoor het is, deze lezing, heeft een aantrekkingskracht voor iemand. Dus je voelt je tot iemand aangetrokken. Verleden tijdlijn. Ja, dit is iemand dat je oog hebt op laten vallen en je kijkt dan zo een beetje op afstand naar die persoon dat je aangetrokken voelt. En je hebt stappen naar deze persoon ondernomen. En op dit moment ben je klaar om je slag te slaan, zoals wij dat zeggen. Dat is de heden, toekomst en dan de toekomst. Het resultaat dat je dan zal behalen, wil dat zeggen. Pogingen naar deze persoon toe die je in je gedachten hebt. Je gaat wat gemengde gevoelens erover hebben. Misschien de persoon die je in gedachten had, blijkt toch misschien niet zo te zijn als je dacht dat die persoon ging zijn. Of
als je zou kunnen ondernemen met de persoon die je in gedachten hebt, dat misschien niet zou worden wat hij hoopt dat het zou kunnen worden. Want dikwijls hebben wij, als we een gedachte ons gedacht laten vallen op iemand, dan we denken dan aan die persoon en we denken dan bijvoorbeeld van oh, mijn dag zou zo zijn, mijn leven zou er zo kunnen uitzien, maar dat is niet de echte realiteit. De echte realiteit is tijd met die persoon doorbrengen, die persoon echt leren kennen, samen dingen doen, hun persoonlijkheid te weten komen in het echte leven. Hoe reageren ze in situaties? Wat voor beslissingen nemen ze? Wat zijn hun gedachten over bepaalde dingen? Want we hebben dikwijls romantiseren we dingen, hè? Of fantaseren we dingen in ons hoofd, maar dat is niet de realiteit. En ik ook zo, ik ben ook al zo op een punt in mijn leven gekomen van ja, ik zie sommige personen wel zitten om mee in een relatie te gaan, maar hoe goed ken ik ze echt? Ken ik die mensen echt? Niet echt. Doen zij echt moeite om mij voor mij te leren kennen? Nee. Dus wat voor zin heeft het dan dat ik aan die persoon denk elke dag? Of wat voor zin heeft het dan dat ik daarover mee zit, dat ik daaraan mijn tijd zit te verdoen? In mijn gedachten dan? Waarom denk ik dan eigenlijk aan die persoon? Als die persoon niet eens deel uitmaakt van mijn leven. En ik denk dat dat is hetgeen dat ze een beetje willen zeggen. Soms moeten we naar de voor- en naar de nadelen kijken van die persoon. Soms moeten we met de realiteit geconfronteerd worden. Dat we... Als we iemand graag zien, ja, dan denken we met ons hart. Maar misschien moeten we een beetje meer met ons verstand beginnen te denken. En met denken met het verstand is de echte realiteit. En het hart, dat is meer zo, ja, fantasie. En ik ben ook al zo op het punt gekomen in mijn leven, ook met mijn laatste relatie, dat echt slecht afgelopen is. Dat heeft mij ook zo weer doen denken van ik moet weer iets veranderen. Ik moet weer iets anders beginnen te doen, want ik had het op een andere manier geprobeerd en dat lukt ook niet. En ik dacht ook meer met mijn hart als dat ik eigenlijk met mijn verstand dacht. Versta je wat ik bedoel? Ik dacht meer met mijn hart, maar ik betrekte mijn verstand er niet bij. En ik heb ondervonden dat als je denkt met je hart, dat loopt altijd slecht af. Allee, voor mij tenminste. Ik heb ooit met een therapeute gesproken over mijn voorbije relaties dat ik gehad heb. En zij zei tegen mij van Nadine, zij wil nu het gevoel geven dat je een slechte partner bent, maar jij bent geen slechte partner, jij bent echt een goede partner voor iemand. Maar je trekt gewoon de verkeerde persoon aan. En er is niks verkeerd met je persoonlijkheid of gelijk wat. Maar wat jij moet doen, zei ze, is meer je verstand gebruiken in de liefde als je waard. En
En de volgende kaart is van Xaver, ja? Komt uit, hè? Kijk. Had gedacht met uw hart. En wat leidt het naartoe met uw hart denken? Dualiteit. Ontevredenheid. Dus voor wie dat deze lezing is, jij zij, lijk ik, lijk mij. Je bent geen slechte partner. Je bent een goede partner voor iemand. Maar wat dat ons probleem elke keer, wat dat bij ons probleem is, en het is niet echt, dus niks verkeerd denken met je waard, maar het probleem is, onze energie trekt de verkeerde persoon aan. En als we met ons hart denken, voelen we ons ook aangetrokken tot de verkeerde persoon. En we moeten meer denken met ons verstand. Zo moeten wij handelen in de liefde. Wij moeten handelen in de liefde met ons verstand. En niet met ons hart. Want als we met ons hart lijden naar iemand, dan loopt het slecht af. En ook andere mensen zijn een reflectie van iets in ons. Dus de echte liefde die een mens zoekt, is eigenlijk onszelf. In onszelf. De algemene energie is 3 bokalen. Je gaat iets te vieren hebben. Je gaat jezelf misschien in het leven beginnen vieren. Misschien sta jij op een punt in het leven, lijk ik ook nu, hè. En dat heeft dan ook een beetje te doen met mijn leeftijd. Ik ben 46. Ik kan nog altijd een leven opbouwen met iemand als ik dat zou wensen. Maar als je weet in jezelf van ik moet opnieuw iets veranderen voor mijn leven, want ik weet wat ik niet echt verkeerd gedaan. Ik heb eigenlijk niks verkeerd gedaan. Je wou alleen maar goed handelen. Je deed alleen maar wat je dacht dat het beste was voor jezelf. Maar dat is zo op het punt komen van ik wil iemand in mijn leven, maar ik heb niet iemand nodig. En hij gaat meer dan zo een levensgenieter worden. Hij gaat meer van je eigen leven genieten. Hij gaat meer voor jezelf op de eerste plaats zetten. Na die ervaring met die persoon dat je op je gedachten hebt. Maar onthoud dat ze aanraden van je verstand te gebruiken. Met die persoon. Denk met je verstand, niet met je hart. En dan gaat het misschien iets kunnen worden dat je kunt vieren met die persoon. Ja, en een extra kaart wil zeggen van dat gaat niks worden met die persoon. Dus dat ik eerst dacht van, haal hun dualiteit zijn we erover. Het gaat tot niks lijn met die persoon. De reis, de dood. Een einde. Dus ze gaan beseffen, dat gaat niks worden. Ga zelf van je leven genieten.
dingen zelf voor jezelf beginnen te doen. Ik denk dat dat hier een heel korte lezing gaat worden. Moet ik deze kaarten nog doen? Ik weet ze dan niet, weet wat ik nog meer moet vragen. Ja, meer creatief worden in het leven voor jezelf. En dat gaat u echt gelukkig maken. Focussen op jezelf. Dat gaat u echt veel tevredenheid brengen in het leven als je dat gaat beginnen te doen. Van misschien moet je even een relatie uit je hoofd zetten met iemand. Gelijk wie dat is, zet dat misschien even uit je hoofd. En begin ik het te focussen op jezelf en je eigen leven. En te creëren het leven voor jezelf. Misschien heel verrast zijn hoeveel plezier dat u gaat brengen. En tevredenheid, resultaten. Zoiets in de zin willen ze zijn. En ik tegenwoordig zeg ik heel veel tegen mensen als ze zo klagen over relaties en al. Dat ik zo zeg dikwijls tegenwoordig, het leven is meer dan alleen in een huwelijk zijn of getrouwd zijn of in een relatie zijn. Dus zoveel dat je vanuit met je leven zou kunnen doen. Je kunt doen op je dag wat je wilt. Je moet aan niemand zien. Je kunt je dromen en plannen waarmaken. Zonder dat je rekening moet houden met iemand. Als jij zegt van, morgen ga ik een reis maken naar Canada of zo. Dan ga je heen naar Canada. En wie gaat er u tegenaan? Uw voorouders zijn op dit moment bij u. En zij vinden dat een goed pad voor u. Dus hij gaat daar veel voldoening in vinden. Ja, ze zeggen van, bouw uw eigen wereld. Bouw uw eigen leven, bouw uw eigen wereld. En zet dan uit uw hoofd een relatie voor nu. Nog eentje, zeggen ze. Ja, ze zeggen, de persoon dat je in gedachten had, gaat alleen maar stress van krijgen. Gaat er alleen maar stress van krijgen. Als je reacties onderneemt met die persoon, gaat er nog van weglopen. Gaat er alleen maar stress van hebben. Hij gaat er nog van weglopen. Het helpt om die vlieg weg te halen. Ja, dus zij zeggen van, dat is echt niet een persoon voor u. Die persoon dat je gedacht had, zit dat gewoon uit je hoofd. Dat is geen persoon voor u. Die gaan u alleen maar frustratie brengen en alleen maar stress bezorgen. Ook al lijken ze misschien een geschikte partner. Dat ik zeg van,
Je moet elkander in het echte leven kunnen leren kennen. Elkaar echt kunnen zien. En in elkanders gezelschap zijn en alles. Dat is de enige manier om echt iemand te leren kennen. Ja, ze zeggen van, haal in de toekomst meerdere keuzes hebben. Je hebt meer opties als dat je denkt dat je hebt. Het leven heeft je zoveel te bieden dat je nog niet eens weet dat je hebt. Ja, overvloed. Je had een overvloed aan keuzes en kansen en alles kunnen creëren voor het manifesteren voor jezelf. Een overvloed. Als je toepast wat ze zij aanraden. En dat is eigenlijk veel meer waard als dat hier. Dit ziet er veel beter uit als dat. Want eer zijn je gefrustreerd, je bent gestresseerd en het leidt tot niks. Terwijl als je zou focussen op jezelf en je eigen leven en je creëert je eigen wereld en je eigen leven, wat je gaat manifesteren, dan is veel beter als dat. Als het die persoon dat je gedacht hebt. Want deze persoon gaat je weghalen van die goede dingen dat in je leven zouden kunnen komen. Focussen op die persoon houdt dat tegen. Ja, kijk, onrecht. En het leidt naar een einde. Het zou zelfs tot je dood kunnen leiden. Gaat er misschien ook ziek vallen. Gaat misschien ook ziek worden van de frustratie en stress van je bezig te houden met deze persoon. Dat je ziek wordt en dat je misschien nog van stress kunt sterven. Een hartinfarct krijgen of zo. Nee, niet dat we dat wegdoen. Zegt de energie, daar ze. Je hebt dat niet nodig. Doe dat, smijt dat weg dat je dacht in je leven. Dat is je doel. Dat moet je als doel al. Dat moet je allemaal niet hebben. Dat gaat uw vreugde zijn, uw echte gelukkigheid. En dat is wat uw voorouders aanraden van te doen. Creëer uw eigen wereld. En dat ga je allemaal manifesteren. Een ander dek nemen met die tijdstippen. Die andere kaarten moet je niet meer nog zien. Ja, we zijn met die persoon waarschijnlijk al niet mee begonnen, maar het gaat leiden binnen 2 maanden naar een breuk. Ik zou in 2 maanden wachten moest ik u zijn. Ik zal het gewoon nu al tot een einde brengen. Want je ziet welke raad dat je u krijgt. Je moet op je hou van jezelf. Kies jezelf. En creëer je eigen leven.
En dat gaat veel positief manifesteren voor jezelf. Die persoon gaat je leiden tot ziek worden en alles. Ja, kijk. Weer een breuk. Dus dat kan hier zijn dat je iemand getrouwd bent. En er gaat een scheiding zijn. En hij weet waarschijnlijk al dat dat zo gaat gebeuren. Dat dat gewoon, dat onvermijdelijk gaat gebeuren. Ja, en volgende maand ga je beslissen van die persoon te verhuizen. Ga op jezelf gaan wonen. Ga op jezelf gaan wonen. Ga zoiets hebben van ja, zeg, ik ga geen twee maanden tot twee maanden toe wachten om die persoon te verlaten. Ik ga volgende maand al alleen wonen. Ga meer met je eigen biologische klok leven. Dat wil zeggen, ga op je eigen ritme beginnen te leven. Dus dat is heel duidelijk wat ze hier zeggen. Hè. Neem tijd voor jezelf. Die persoon waar je mee was, was niet echt een geschikte persoon voor een huwelijk. Die waren niet klaar om in een echt huwelijk te zitten. Ja, die persoon die je van gaat scheiden. Jij dacht dat dat je tweelingziel was, maar dat is niet waar. Het kan een karmische zielsverwant geweest hebben. Die persoon was niet klaar voor zo'n connectie met u. En dat was ook niet de persoon voor u. Ik weet dat dat pijnlijk is om te horen. Sorry dat ik u dat moet zeggen, maar ik moet eerlijk zijn. Het is spijtig dat dat moet gebeuren. Maar het positieve dingen om naar uit te zien. Als je gaat doen wat ze je aanraden van te doen, ga je positieve resultaten bereiken. Dat is heel goed. Hè. Je kunt dat. Je kunt dat. Dat gaat wel lukken. En weet dat je voorouders al bij u zijn. Dus ze zijn zeker niet alleen. Je echte persoon die je ooit zal ontmoeten, dat is een persoon die nog moet ontwaken. Dus je echte persoon die moet nog steeds ontwaken.
Dus ik heb al deel 2 nu van de lezing. Want mijn video neemt altijd op per half uur. Dus ik heb een nieuwe tech om mee verder te doen. Dus de persoon wat je persoon die voor jou bedoeld is, heb je nog niet ontmoet. Die persoon moet nog ontwaken. Wat kun je meer zeggen over deze persoon die nog moet ontwaken? Kun je iets meer over hen zeggen alsjeblieft? De reden waarom dat deze persoon gaat ontwaken is omdat ze niet hun ware zelf zijn. Dus ja, als je moet ontwaken, moet je eigenlijk een beetje je ware zelf worden. Dat is niet zo raar. Shadow work. Als je je ware ik moet ontdekken, dan moet je shadow work doen. En dat deze persoon moet leven met de juiste intenties. Dus de persoon die voor jou bedoeld is, wanneer gaan die ontwaken? In de winter, deze winter. Maar ze hebben nog heel veel zelfwerk te doen. Nog heel veel zelfwerk. En ook ze moeten meer leven met intentie. Dus die persoon gaat nog niet 100% gereed zijn om in een relatie te stappen met u. Ik denk, als je gaat doen wat zij aanraden van te doen, dan ga je die persoon manifesteren in je leven. Dan ga je je ware persoon in je leven manifesteren. Maar omdat, als je die persoon manifesteert in je leven, dat is een nog moeten ontwaken. En dat ze nog heel veel zelfwerk te doen hebben. En dat ze... Een teken kan zijn wie dat zou kunnen zijn, is ze moeten leven met meer intentie. Meer precisie. Leven met meer intentie en precisie om een impact te maken op hun leven. Dus dat kan misschien een beetje een teken zijn van wie dat zou kunnen zijn. Maar ik denk dat je deze dingen moet doen dat zij aanraden om je ware persoon te kunnen manifesteren. Dus als je echt de ware in je leven wilt, laat het verleden voor het verleden en doe gewoon wat ze vragen. En ze zeggen ook, we gaan een upgrade krijgen. We gaan een spirituele upgrade krijgen dan. Om misschien je af te stemmen op de realiteit of frequentie van die persoon. Een vee. Ik ga daarvan nog een paar doen als het lukt.
echt meer kunnen ze op dit moment niet echt zeggen. Ja, je emoties brengen je dikwijls verdriet. Dus zeg dat ik echt dus denk dat het is. Hè. En de pure mannelijke energie kruist deze kaart. Dus het is echt dat ik dacht... Als jij in de liefde denkt met je hart, dan brengt het je verdriet. Dus ze conformeren, ja, wat ik gezegd heb. Kun je nog een kaart geven over die ware persoon? Die is stellen is dat. Zijn deze drie. Ja, dat gaat een nieuw begin zijn. Dat gaat een veel gezondere relatie zijn. Dat je echt geen stress gaat bezorgen. Dat gaat een heel andere ervaring zijn met die persoon. En dat is ook omdat je al het werk hebt gedaan om tevreden te zijn in je leven. En dikwijls, ja, dan komt de ware persoon in ons leven. Een engelkaart. Ik ga een engelkaart trekken. Meer kunnen ze op dit moment niet zeggen. Maar eigenlijk hebben ze al heel veel gezegd. Dat lijkt precies niet veel. Dat ze gezegd hebben, maar eigenlijk hebben ze heel veel gezegd. Engel. We hebben er een paar. Heb compassie voor jezelf. Creëer je eigen leven. Archangel Michael beschermt u. En het goddelijke ook. Dat zijn de drie energieën die over u waken. Het goddelijke, Archangel Michael en uw voorouders. Ik hoop dat dat heel veel geholpen heeft. Dat was eigenlijk je lezing. Ik weet dat het is niet lang is. Maar ik kan niet voorspellen hoe lang dat die lezingen gaan zijn. Dan hangt dat van de boodschappen dat je krijgt. En het is heel duidelijk hè, wat dat ze zeggen. Het is een heel duidelijke boodschap wat dat er moet gebeuren. En je moet niet panikeren, je gaat je persoon in de toekomst ontmoeten. Maar voor die persoon te manifesteren in je leven, moet je de dingen doen die zij zeggen van te doen. En dan ga je die persoon manifesteren in je leven en je hebt heel veel steun. Dank u om te kijken.